vanaf 1 juli moet u gaan betalen voor de plastic wegwerpverpakkingen die u krijgt bij de snackbar. Wat vindt u daarvan? Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik denk dat het noodzakelijk is. Anders gooi je het allemaal op straat en zo. En we moeten er toch iets aan doen om het een beetje fatsoenlijk te houden en ook voor het milieu. Vind ik eigenlijk wel een prima idee, want ja, die soep in de zee is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk, hè, voor het milieu. Dus alle plastic moet eruit. Vanaf 1 juli gaan er nieuwe regels in omtrent wegwerpplastic. Het doel is om het gebruik van de wegwerpverpakkingen tegen te gaan en hergebruik te stimuleren. De eigenaar van snackbar Het Goudhaantje in Vlijmen is niet blij met de nieuwe regels. Wij hebben niet meer betaald voor die bakjes, dus ik vind het ook onzin om dan mensen extra te gaan rekenen voor die bakjes. Dus als ik iets zou moeten vragen, dan zou ik het misschien op 1 cent gooien of 5 cent om de kosten voor de gasten zo laag mogelijk te houden inderdaad. Ja. Naast de heffing met een adviesprijs van 50 cent op de witte plastic bakjes, moeten ondernemingen een herbruikbaar alternatief gaan aanbieden. Een mogelijke optie is het kartonnen bakje of een bakje gemaakt van suikerriet. We zijn er wel mee bezig inderdaad. De prijzen zijn wel aan het zakken voor de alternatieven. Maar uiteindelijk zullen we er toch sowieso op over moeten stappen. En dan denk ik inderdaad dat we overgaan op kartonnen bakjes. Als het lekker werkt, als het niet helemaal zacht wordt of gaat lekken of iets dergelijks, dan denk ik juist hartstikke prima. Maar ze kunnen toch ook teruggaan naar die papieren puntzakken die ze vroeger hadden. Ja, het blijft toch altijd een moeilijk probleem. Want er zitten altijd mensen bij die het gewoon op straat gooien en niet het fatsoen hebben om het op te ruimen. Een ander mogelijke optie is om met je eigen bord naar de frietzaak te gaan. Maar of de Heusdenaren dat zien zitten... Klinkt niet echt als iets wat veel mensen zullen gaan doen. Ik zelf ook niet, denk ik. Want ja, waar blijft het dan als je het in je fietstas stopt of zo? Het is helemaal niet verkeerd, want dat hebben wij ook al wel eens gedaan in Frankrijk op de camping. Dat we onze eigen bakjes meenamen om dan daarin te doen en dan mee terugnamen naar de vouwwagen om het op te eten. Vroeger was het wel zo, dan gingen ze wel met een pannetje naar de frietwinkel of naar de melkboer kwam aan de deur en melk in de pannen te doen. Maar ik denk dat die tijd al lang voorbij zijn. Mijn vader heeft heel vroeger een restaurant gehad, een Chinees restaurant. En daar was het in het begin zo heel normaal dat mensen met een pannetje kwamen en dan bami of nasi erin lieten scheppen. Maar ik weet niet of dat hier in de huidige tijd gaat werken. Hè? Dus dan, ik denk het niet, nee. De klanten hoeven zich bij deze snackbar geen zorgen te maken over een prijsstijging van de friet zelf.